Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time in onze Suripop-serie. Zoals u dat weet, praten wij met alle componisten die meedoen aan Suripop 21 op 3 december in Nice. En vandaag is mijn gast Nicole McIntosh, een van de weinige damescomponisten die de finale heeft behaald in deze competitie. Nicole, welkom erbij. En dank ook gefeliciteerd. Wel. Yes, thank you. Met Etimalesi. Ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik het liedje voor het eerst hoorde, vond ik hem eigenlijk best een beetje droevig en een beetje somber. Ik was van, oh my god, really? Niet om een lelijk woord te gebruiken, maar very depressing. Ja, helemaal. Maar toen ik hem zag op de presentatieavond, mm-hmm. en ik zag die clip erbij, toen kreeg het lied voor mij plotseling een hele andere betekenis. Ja, ja. En ja, het klinkt een beetje oneerbiedig misschien. Als nee, ik dat zeg. U mag het zeggen zoals u het nee. heeft. Oké, okay. Dus toen ik hem heb gezien op die presentatieavond, mm-hmm. en ik je verhaal erbij hoorde, toen was het Groskin. Dus dat lied heeft op een of andere manier toch wel een beetje een andere beleving. Ja. Weet je, eerst was het gewoon van, oké, het is weet je, een van de 12, fine. Maar toen ik hem eenmaal zag en het verhaal erbij hoorde, toen dacht ik van, nee, dit komt uit het hart van een jonge vrouw met veel pijn. En die dat op de een of andere manier toch ook wel wil verwerken. Ja, u maakt me helemaal emotioneel hier. Nou nee, ik denk niet dat je... Natuurlijk mag je emotioneel worden. Maar ik denk dat het, de emotie die eigenlijk naar boven moet komen is juist dankbaarheid. Absoluut, dankbaarheid. Dat denk ik wel. Ja, dankbaarheid voor de vrouw die ik vandaag de dag ben. En als u dat het liedje kijkt, luistert, naar mijn inhoud of mijn tekst eigenlijk goed analyseert. Dan zeg ik, dat is Nicole McIntosh. Ja. Oké, dus eigenlijk zeg je, het is echt gewoon persoonlijk vanuit jouw gevoel, ervaring mijn geschreven. Gevoel, mijn ervaring, mijn levenservaring, voor mijn mama, ja. Ja, voor je moeder, oké. Als ik ietsje persoonlijker mag gaan, hoe lang is je moeder nu al overleden? Ik was 4 jaar oud en ik ben nu 26, dus je mag even teruggaan, 22 jaar geleden. Ja, heel lang. Ja, 4 jaar en dan weet u wat in een... jonge dame omgaat die zonder moeder moet opgroeien. Ik was nog niet eens een jonge dame, ik was een klein meisje. Ja. Je hebt natuurlijk wel mensen die de rol als moeder willen vervullen, maar dat gaat nooit echt hetzelfde zijn, weet u. Mm-hmm. Maar is de pijn van het gemis van je moeder nog steeds zo heftig? Op gezette momenten wel, ja. Okay. Brengt dit nummer dat terug? Of is het juist een verwerkingsmethode? Het is een verwerkingsmethode voor mij. Want ik zei het nog aan mezelf. Ik weet niet waarom ik dat zei, maar ik dacht nee. Een keertje moet ik het wel echt gewoon afsluiten. Maar dat is het launch. Op de launch zei ik van, hey, ik laat het hier. Ik laat het echt gewoon hier. Ja, en dan vraag ik me af als inderdaad het verlies van je moeder ooit afgesloten is in iemands leven. Ik denk persoonlijk niet dat je geheeld kan worden van zo'n pijn. Ik denk dat je eerder leert leven met het gemis met het gat in je hart. Je moet ermee leren leven. Ja. Oké, wat het mooie is van het contrast is dat je natuurlijk een verlies uit je leven eigenlijk hebt gebracht of heeft jou gebracht naar een hoogtepunt. Mm-hmm. Want ik denk dat Suripop, meedoen aan Suripop en in de finale zijn, een hoogtepunt is. Absoluut. Ervaar je dat ook zo? Ja, tuurlijk wel. Ik was super blij. Het is een eer. Ja. Ik weet zeker dat heel veel mensen ooit eens willen meedoen aan Suripop, maar... Ja, er is een selectie. Ja, oké. Heb je voor de eerste keer meegedaan of geprobeerd om in de finale te komen? Ja, echt. Ik denk van wel. Waarom ik zeg ik denk van wel is omdat ik in het jaar 2018 ook heel op schreef met compositie. Dat is ook in de finale gekomen, maar ik ben een beetje op de achtergrond gebleven. Ja, oké. Dus dat was eigenlijk een beetje alvast een beetje testing the waters. Ja, testing the waters. Ja, en dit is dan echt maar het moment. Contrast. Absoluut dal, verlies van je moeder. Absoluut hoogtepunt op een Suripop podium staan. Hoe ben je gekomen aan jouw zanger? Omdat het zo gevoelig is dat je wel echt de juiste persoon moet kunnen vinden om dat te vertolken. Klopt. Ik ben ook zangeres en ik heb een liedje met Joël Pina, dat is mijn vocalist. En ik zei hem van, ik moet zingen een poko in ooit eens en het komt in de finale. Maar je weet dat jij het gaat zingen en hij lachte me nog zo uit, letterlijk. Maar echt niet.
En het is echt waar gebaard. Mm-hmm. Dus ik heb hem toen gezegd, oké, je gaat niet raden, je gaat het inzingen voor me. Ja. Ja. Heeft hij ook jouw demo ingezongen? Ja, hij heeft het ook ingezongen voor ja, me. Ja, oké. Okay. Hoe lang van tevoren heb je besloten dat je dus zou meedoen en dat je met dit liedje zou inzenden? 3 weken voordat ik de deadline had om in te leveren. Ja, mm-hmm. Maar lag het liedje al op de plank? Of heb ik geschreven omdat de Suriname deadline eraan nee, kwam? Nee, ik zou het zelf zingen. Ja. Ik zou het zelf vertolken. Okay. Maar toen dacht ik, nee, misschien kan iemand ooit eens mijn liedje voor me zingen. Het is geweldig. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En je bent dus in principe, omdat je hem al kende. Ja. Maar hij heeft het prachtig gedaan. Ja, hij heeft het prachtig gedaan. Echt, ja. Oké. Okay. Hoe ben je je aan het voorbereiden naar 3 december toe? Sowieso word ik bijna elke dag kapot gebeld voor interviews. Dat is sowieso een plus voor mij, want een beetje meer bekendheid voor dat lied. Ja. Ja, het gaat wel met de voorbereiding. Ja. Het gaat wel. Oké. Okay. Maar hoe ben je jezelf aan het voorbereiden, mentaal? Oh, ja, hoe kijk je uit naar die dag? Hoe ben je het aan het beleven mentaal, in je hoofd? Mentaal. Het is een heel emotioneel iets voor mij, u weet het. Mm-hmm. Dus ik moet me emotioneel ook heel goed voorbereiden. Ja. En dat ben ik aan het doen door te praten met mezelf. Ja. Voordat ik ga slapen. Soms kijk ik even weer naar die clip. Oh my god, heb ik dat echt gedaan in die clip? Ja. Hoe vindt de rest van je familie dat je dit hebt gedaan? Want misschien vinden andere mensen het best moeilijk of weet je niet fijn dat het op die manier... Nou, ik zal als antwoord geven wanneer ze kijken, tranen ze iedere keer weer. Ja, oké. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, oké. Dus het is een voor jou streefje naar het hoogtepunt op 3 december toe. Natuurlijk, ik denk iedereen. Ja. Je hebt nu op dit moment wel heel veel comments gekregen, ook op social media. Wat zijn de algemene reacties? Sowieso heel positief. Waarom? Ik heb geen ene negatieve comment gekregen, omdat ik denk, of niet, ik denk het is zo dat iemand ooit eens is heen gegaan in iemands leven. Je hebt het sowieso meegemaakt, je hebt het moeten meemaken. Ja. Anderen gaan er zelfs door. Ik kreeg telefoontjes van uit het buitenland. Ik kreeg telefoontjes van al de gevallen die dit jaar hebben plaatsgevonden in AZ. De moeders die hun kinderen hebben kwijtgeraakt, die hebben me gezegd van wauw, huilend. Ja. En dan doet het je wel wat en dan weet je echt even niet meer van, wow, oké, heb ik dit echt gedaan? Ja. Ik besef eerlijk gezegd nog niet echt hoe diep en zwaar emotioneel dit lied is. Elke dag besef ik het een beetje meer. Ja. Mm-hmm. Want, hoe doe je dat verkeerd? Het lied brengt dus troost wel voor een andere groep mensen, zeg maar. Dus ook voor jou, maar ook voor andere mensen die zeg maar, in dezelfde brengt, situatie. Het moet troost brengen. Ja. Maar als je nog steeds erin bent of het is nog een verse want, als ik het goed vertel aan u, dan... wat dat lied eigenlijk met je doet, is dat het dan... Het lijkt alsof het iets weer openmaakt of opengraaft. Want je gaat momenteel erdoor. Je hebt je kindje 2 maanden geleden verloren. Ik kan dat best wel begrijpen. Ja. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, ook al zou je niet winnen, om maar even zo te zeggen. Het feit dat het lied al zoveel mensen kan troosten, is al een bijzondere bijdrage. Ook al win ik niet. Iemand moet die plek krijgen, zeg ik. Ja. Maar ik vind dat ik toch heb gewonnen. Want mijn doel was om harten te raken. Nationaal en internationaal. En dat is ook gebeurd. Dus eigenlijk al gelukt. Wanneer was die launch, mevrouw Odette? Ja, een week geleden. Ik heb vanaf mijn launch heb ik telefoontjes binnengehaald. Dus ik heb mijn doel al bereikt. Ja. Als ik die beker kreeg, is het een plus. Alleen maar mooier. Ja, alleen maar mooier. En wordt die opgedragen aan je mama. Sowieso, denk ik wel. Ja, oké. Okay. Je jurk is ready voor 3 december? Nog niet. Ik focus me even op andere dingetjes nu. Ja, wat heeft je aandacht nu? Ik mag het nog niet verklappen. Oh, mag je nog niet verklappen. Oké, is goed. Ze gaan het zien, ze moeten die kaarten jammer. Kopen. Oké, Nicole, heel erg veel succes naar 3 december toe. Dank ik zeggen, geniet van elk moment, ondanks het gevoel dat je hebt van gemis en verdriet aan de ene kant, maar ook wel a lot of excitement in voorbereiding naar 3 december toe. Dank je wel. En ik zou zeggen, succes, maak het beste van, geniet. En het is een traject dat je niet elke dag meemaakt, dus dat is sowieso wel bijzonder. Helemaal. Ik kreeg zoiets van 1 à 3 december snel voorbij gaan door op die druk, hè, want je bent zo zenuwachtig en zo excited. Maar toen zei ik, nee boy, het moet niet zo snel voorbij gaan. Ik moet het elke dag beleven, elke dag. Leuke momenten ervaren. Goed zo. Dankjewel, Nicole. Dankjewel. Dat was ons gesprek met Nicole McIntosh. Etemalesi is de naam van haar compositie, die ook op 3 december op de planken in Nis zal worden gepresenteerd door haar vocalist Joël Pinas. Yes, ik heb het goed gezegd. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering van Q-Time, onze speciale serie Suripop 21.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.